Henk Grol, een 8e EK-medaille. Hoe voelt dat voor jou? Ja, zeker. Ik ben daar natuurlijk hartstikke blij mee. Dat ik was heel dichtbij om te winnen vandaag. Daar ga ik voor. Ik weet dat ik meedoe voor de titel. Ik was echt goed in vorm. Al mijn worpen zaten goed, mijn timing was goed, conditie. En dan valt alles bij elkaar. Dan moet je een klein beetje geluk hebben. Tussen de Svili en de Georgiër is gewoon gevaarlijk. En toen ik was aan je voorkom, want ik eigenlijk defensief moet judo. Maar ik hou ook van mensen gooien en dat gevoel. En als daar een opening ligt, dan ga ik het toch proberen vaak. En nu moest ik het bekopen met een punt tegen. En goed, ik vind dat hij vandaag terecht kampioen is geworden. Hij was gewoon supergoed. Je ging natuurlijk voor het kampioenschap, voor de gouden plak. Je geeft het net al aan, je verliest dan de halve finale. Is het voor jou lastig om je dan op te peppen voor die bronspartij? Of ga jij daar gewoon volle bak dan voor? Nou, ik ben heel rustig. Kijk, het is een lange dag, dus het is altijd moeite om je op te starten. En mijn lichaam is natuurlijk wat ouder, dus ik heb daar wel problemen mee. Maar dan zet ik gewoon dingen van me af. Ik ben niet bezig met winst of verlies. Ik ga gewoon judoën. En dat vind ik ook leuk. Dan beleef ik het ook als leuk. Dus dan ben ik niet bezig met het gevolg, maar bezig met van, wat kan ik doen? Hoe gaat die wedstrijd? En dan pas ik mezelf aan daarop. Zit hier tegenover mij ineens een hele andere Henk die echt het judo-gevoel en het plezier er echt in heeft? Ja, maar dan moet ook met 34, weet je wel. Kijk, ik heb heel lang heel hard gestreden voor alleen maar gouden medailles. En dat heeft me ook heel veel energie gekost. En ik wil gewoon proberen om het laatste jaar van mijn carrière, in ieder geval de tijd dat ik nog judo, gewoon te beleven met plezier en gewoon alle momenten gewoon ook te ervaren dat het leuk is. En natuurlijk, zo'n wedstrijddag is een opgave, fysiek en mentaal. Maar als je dan op het podium staat, dan ben je wel heel veel weer vergeten. En ik hoop dat mijn blessure meevalt, dat ik het WK kan halen. Daar gaan we wel vanuit. Dus, top, dankjewel en gefeliciteerd. Dankjewel.